In de Rotterdamse Waalhaven, maar ook elders in de Maasstad, liggen meer dan 150 schepen waarin een gedeelte van de Nederlandse graanvoorraad is opgeslagen. Rotterdam beschikte na de oorlog niet over voldoende opslagruimte voor broodgraan en veevoeder. En men is ertoe overgegaan Rijnschepen die waren opgelegd hiervoor te gebruiken. In totaal kan hier 80.000 ton graan worden opgeslagen. In deze drijvende stad, waar de leveranciers aan huis komen en waar de schippershondjes elkaar geregeld in de haren zitten, worden nu grote hoeveelheden tarwe, rogge, gerst, maïs enzovoort bewaard. Als de zon even doorkomt, komen de bewoners aan dek. De vrouwen om wat huishoudelijk werk te verrichten, de schippers om het graan te luchten. Geregeld worden er steekproeven genomen om de kwaliteit te controleren. Met lange, holle buizen laat men thermometers in de lading zakken om na te gaan of de temperatuur oploopt en er broei gaat optreden. Met een graanboer brengt men af en toe een monster naar boven. Aan de reuk beoordeelt men dan of er eventueel kwaliteitsachteruitgang heeft plaatsgevonden. Om het graan te verfrissen wordt het op geregelde tijden omgewerkt. Dit voorkomt het muf worden. De taak van de schepen wordt in de laatste tijd weer meer en meer overgenomen door de graansilo's die in Rotterdam in snel tempo worden uitgebreid. Op het ogenblik beschikt men over permanente opslagruimten voor 100.000 ton graan. Binnenkort zal dankzij de nieuwbouw de capaciteit 120.000 ton bedragen. In een niet al te verre toekomst zullen de schepen voor dit doel geen dienst meer hoeven te doen. Hopelijk zullen ze dan weer kunnen worden ingeschakeld bij de Rijnvaart.